Dag iedereen, welkom in deze Tip of the Week video. Ik ben Tom van de Talent Academy en ik ga jullie vandaag een paar tips geven in het werken met Premiere Pro. En dan meer concreet een paar tips waarmee je ietsje sneller kan werken terwijl je aan het editen bent. Ik heb hier een projectje klaarstaan en daarin gaan we een keer een paar dingen aanhalen. Nu, eerst en vooral. Er zijn een paar zaken die we allemaal wel kennen. Bijvoorbeeld als we in onze tijdlijn, ik heb hier een sequence openstaan, ik heb mijn selectietool vast. Als ik naar het einde van een clip ga, dan kan ik die bijvoorbeeld inkorten, maar dan krijg ik hier telkens een zwarte ruimte. Nu, ik kan die wel selecteren, deleten, maar dat zijn altijd extra handelingen. Nu, er bestaat eigenlijk een tool om deze twee handelingen in één keer te kunnen doen. En die zit hier, de Ripple Delete. Dus eigenlijk gewoon deze tool. En daarmee kan je heel snel dezelfde actie gaan doen. Dus eigenlijk je clip gaan inkorten of verlengen en tegelijkertijd de tijdlijn gaan opschuiven. Dat is heel handig. Ik ga er direct ook de volgende tool bij halen die we ook wel kunnen gebruiken en dat is de Rolling Edit Tool, want die laat ons toe om hier deze cut tussen die twee clips te gaan verplaatsen zonder de rest van de tijdlijn aan te passen. Ook als ik dit wil doen op een andere manier, dan moet ik deze gaan inkorten en dan deze weer gaan verslepen. Je ziet, dat zijn twee handelingen die je eigenlijk in één handeling kan gaan doen. Nu, die tools zijn heel handig, maar wat is nog handiger? Dat is dat je als je command induwt of control op Windows, dan kan je eigenlijk je gewone selectietool laten veranderen in de Ripple Delete, Ripple Edit Tool, zoals hier, het gele pijltje. Of als je echt op de cut gaat staan, de Rolling Edit Tool. Dus je hoeft eigenlijk niet hier van tool te veranderen om die boven te houden. Dus gewoon command duwen en dan kan je eigenlijk de Ripple Edit Tool of de Rolling Edit Tool, afhankelijk van waar dat je beweegt met je pointer, direct gaan bovenhalen. Dat is een zeer handige manier om zeer snel te kunnen werken. Een volgende tip die ik kan geven is, we zijn gewoon van zaken te willen herbekijken en te laten afspelen. Nu, vaak gaan we scrubben door onze tijdlijn, maar dat geeft weinig indruk van het tempo waarop dat we gaan werken. Dus gaan we dan meestal afspelen, maar nu als onze tijdlijn wat lang is, kunnen we daar soms heel veel tijd aan verspelen zonder dat dat echt nodig is om de juiste snelheid te zien. Dus wil ik dit een beetje sneller kunnen afspelen soms voor een meer overview van mijn tijdlijn te kunnen krijgen. Nu, daar is een manier voor en die manier is eigenlijk gewoon de shortcut L. Als ik op L duw, dan ga je zien, dan begint hij af te spelen. Als ik nog eens duw, dan begint hij sneller af te spelen. En als ik nog eens op L duw, dan gaat hij zelfs nog sneller gaan afspelen. En zo kan je door verschillende snelheden gaan bewegen. Dus hoe meer dat je op L duwt, hoe sneller dat je tijdlijn zal afspelen. Kan een manier zijn om vrij snel eens door je tijdlijn te kunnen gaan om te zien of dat er ergens nog zwarte frames zijn tussen gekropen of ergens iets niet juist uitgelijnd staat. Dus de L-toets. Dat werkt trouwens ook in de Source Monitor. Als je daar L duwt, dan kan je ook daar sneller gaan afspelen. Dus daarmee kan je een pak sneller gaan previewen en kan je ook sneller op zoek gaan naar de beelden die je nodig zou hebben. En dan nog een laatste tip. Het is een beetje een iets uitgebreidere. Maar als we zaken willen toevoegen aan onze tijdlijn, dus clips vanuit onze projectpaneel naar onze tijdlijn willen voeren, dan moeten we vaak gaan werken met deze tools. We hebben hier Insert, Override. We kunnen vanuit ons projectpaneel slepen naar onze tijdlijn. Ik ga deze even terug deleten. Je kan vanuit je Source Monitor slepen naar je tijdlijn. Dat zijn allemaal vrij gekende zaken. Maar je kan ook, bijvoorbeeld als we hier gaan staan en
we nemen hier een andere clip. Ik heb deze eventjes blauw gemaakt om het een beetje duidelijker te maken. Dus als ik deze nu sleep naar mijn program monitor, dan krijg ik hier nog een heel aantal opties. En dat zijn vaak opties waar niet iedereen van op de hoogte is. Dus vandaar dat we het even in deze tip of the week steken. En hier kan je dus bepaalde zaken gaan kiezen. Dus als ik hier zou loslaten op insert before, dan ga je zien dat eigenlijk de clip die geselecteerd was, waar mijn time indicator stond, daar juist voor wordt die nieuwe clip nu binnengebracht. Wat daar ook, kan je de volgende clip nemen, een insert after. Als ik het daarop laat vallen, dan ga je zien dat die mooi na de clip die hier geselecteerd was, zal geplaatst worden. Heel handig. Nu, er zijn er nog een paar opties, dus ik zal hier terug eentje nemen. Bijvoorbeeld overlay. Dat is ook een zeer handige, want die gaat altijd op een lege track, daar waar dat uw time indicator stond, een lege track boven uw al reeds bestaande clips, daar uw clip gaan toevoegen. Zeer handig. Ik ga deze even terug verwijderen. We zullen ze nu allemaal even overlopen. Nu, de volgende zijn zaken die een beetje al bekend zijn, maar insert, die gaat op waar dat uw time indicator staat. Eigenlijk daar gaan knippen, de clip eraan tussen plakken en de rest van de tijdlijn gewoon naar rechts duwen. Heel handig. Ik ga even Command Z doen, zodat ik de volgende ook kan tonen. Override, die gaat daarentegen niet gaan knippen en de rest opzij duwen. Die gaat gewoon gaan overplakken wat er stond. Dus daar moet je altijd wel mee oppassen dat wat daaronder zat, dat dat effectief wel weg mocht. En dan nog een keer Command Z. Het laatste dat ik nog niet heb gezegd is hier de replace. Die gaat gewoon de clip die aangeduid was gaan vervangen door een andere clip. Nu, ik ga dat nog eens doen met deze. Replace. Want ik wou ook dit nog even aanhalen. Als je dit ziet, dan wil dat zeggen dat de clip die je in de plaats gezet hebt, minder lang is dan de clip die er stond. En dat wil dus ook zeggen dat we hier eigenlijk geen beeld meer hebben. Dus dan kunnen we natuurlijk onze Ripple Edit tool gebruiken. Command induwen. Gele pijltje. Dan kan ik dat gaan dichttrekken, zodat we terug overal beeld hebben. En het was nog niet ver genoeg. Zo, voilà. En nu hebben we hier terug een tijdlijn die klopt. Voilà, dit waren een aantal korte tips die jou kunnen helpen om je editing in Premiere Pro een beetje sneller te laten verlopen. Ik zie jullie graag terug in een volgende video. Tot de volgende. Dag.